hier altijd blijven komen. Hier ligt mijn hart en heel mijn ziel in de hemel. Nou, goedenavond mensen. Als eerste, wat ik wel wil zeggen hier, het schiet hier wel om. We gaan deur in Dommelbazen deur. Welkom bij de klas. Vandaag nog alles geven van de Vught! Ja, ik dacht al dat jullie net ingeslapen waren. Ik zet even mijn mandje hier neer, hè. Onze Nuub met een mens, die liggen in het ziekenhuis. Het komt mij goed uit. Hij had een ongeluk. Hij kwam met zijn baard tussen zijn snor. Scooter. En dus dacht de politie dat hij niet gewond was. Maar toen ze de rotzooi zagen, toen moest de snorscooter en onze nu weggesleept worden. Hij moest van zijn ziekenhuisbed naar naar de wc. En ik sta zo te kijken. Ik zeg, ik ben er erachter tussen uw billen geknepen zitten. Is dat een worstenbreukje? Yep. De kaakchirurg had heel deze kant gerepareerd. En tegen onze Nuub gezegd dat hij maar een paar weken met de andere kant moest zitten. Nou, dan ga ik altijd naar de wachtkamer van de röntgen. Nou, daar worden mijn blaikjes goed gelezen, hè. Verschrikkelijk. Er is er altijd hartstikke druk, maar daar liep ik toch mijn schoonzus tegen het lijf. Ja, mijn schoonzus moest foto's maken van de kaak. Dat is een bossenaar, hè. Moest haar keren opnieuw. Ja. Maar ze moest ook foto's van bevolkingsonderzoek. Ja, wij vrouwen weten waar dat is, hè, toch? Van de borst zo, dat ze daar zo platten. Tussen twee plankjes. Alsof ze het vel van hun schouders scheuren. Ik zeg tegen mijn schoonzus, de apparaat is uitgevonden door een vent. Dat moesten ze zo eens doen met de mannelijkheid. Mijn schoonzus, hè, blijft ook onder ons, hè. Tussen jullie gezegd en gezwegen. Die heer van die verrekte, lastige jong. Is er niks op telefoon? Als dat mijn schoonzus is, ik heb niks gezeten, hè. Mijn schoonzus heeft van die verrekte lastige jong, heeft ze niks over te zeggen. Die gaf ze vroeger ook geen borstvoeding. Nee hoor, ze zei dat ze dat niet kon. Die van u die passen niet in de flessenwermer. Kom ook nooit vriendjes speulen. Er komt geen mens. Mijn schoonzus die bindt bij de oudste zoon een stuk biefstuk aan zijn nek. Anders wil er jullie een hond nog niet mee speulen. Sinds mijn vernieuwde EHBO van het ziekenhuis weet ik bekend net zoveel als een dokter. Ja, die EHBO die is niet meer zoals wij daarvan vroeger kennen, hè? Nee. Als je tegenwoordig een slachtoffer hebt, dan moet je observeren, heel goed kijken, heeft hij een portemonnee of een mobiel eerst afvatten. Slachtoffer met ademnood. Die vat er best in de keel en die nepte langzaam dicht. En weet u waarom? Om verder lijden te voorkomen. Ja, dat was vroeger wel anders. En in de volgende wachtkamer zat Jacqueline. Eerst Jacques. Helemaal omgebouwd. Maar ja, die blijft maar naar het ziekenhuis lopen, hè, terwijl heel die verbouwing al klaar is. Hij komt nou voor overbeharing. Maar dan denk ik, god, die gezondheidszorg kost al zoveel geld. Mens kopt in een goede heggenschaar. Maar nou
heb ik in de wandelgangen gehoord in het ziekenhuis dat Jacqueline de dokter gespreid wil betalen. Maar ik moet eigenlijk gaan, want ik moet nog even langs de vrouwenafdeling. Daar liggen twee vriendinnen van men. Zelfde leeftijd, is een tweeling. Zijn allebei van de leg. En nou hette de chirurg bij die één de schoorsteen dichtgemetseld. En bij die ander hebben ze, zal ik maar zeggen, de garage weggeholpen, maar de oprit ligt er nog. En die gooikjes mooi bij blooikjes brengen. Houdoe. Morgen, dan gaan we anders heen.